Ja, onze eigen Johan Misijan. En we mogen eigenlijk ook trots zijn op deze artiest. Want hij heeft ook zijn bedrijven daar in België. En hij is nog bezig te performen binnen de artiestenwereld. En dit is dus een van zijn producties. En Sweet Suriname, zo heet dat. De promotie van online platform Stuka. Dat doen we dus vandaag in deze maand in Takkie. En waarom moeten we dat doen? We praten met Alvin Roosveld. Goedemorgen. Je timmert al een hele tijd aan de weg. Ja, we zijn al een tijdje bezig. Ja. Ik zeker al 20 jaar in het onderwijs. En dit is het tweede jaar dat we Stuka gaan doen. Het lied hiervoor sluit heel mooi aan, omdat het lied hiervoor toch wel aangeeft de liefde van Suriname. En dit platform geeft de liefde voor Suriname ook aan, maar dan hoe specifiek wanneer het komt op onderwijs. Ja, onderwijs, welke doelgroep? We focussen ons op dit moment op de examenklasse. We zijn gestart met de examenklasse GLO, zesde klas. En de mensen die het examen vierde klas afleggen, dus vierde MULO en derde MULO, maar ook de mensen die het staatsexamen afleggen. Ja. Dus. Ja. Maar van waar eigenlijk dit initiatief? U zegt, u bent al 20 jaar in het onderwijs. Mm-hmm. Dat want ik is je aan toezien niet op. Dat beter, die beter kunnen. Mm-hmm. En dan bent u, hebt u dit opgepakt. Legt u ons uit. Oké, al 20 jaar doen we ondersteunende diensten aan het onderwijs. En wanneer ik zeg we, dan praat ik over Stichting Motief A. Dat is een stichting waar ik de voorzitter van ben. En we hebben een paar trainingen uitgezet, waarbij we ongeveer 38 scholen het vorig jaar hebben gedaan. Dit jaar trekken we het door, waarbij we begeleiden leerkrachten, leerlingen en ook de ouders. Vanuit dat spectrum hebben we een samenwerking gemaakt met Stuka Internationals, en dat is Exam Profs. Met hun zijn we gaan samen kijken van oké, hoe kan je de examenwerkjes die nu gedaan worden, hoe zou je dichter bij de beleveniswereld van de kinderen kunnen brengen. Vorig jaar hebben we 5000 studenten geïnterviewd en het nummer één antwoord wanneer we ze vroegen, waaraan gaat je meeste tijd, was altijd hun mobiele telefoon. Ja. Nou hebben we een manier gevonden dus om die mobiele telefoon in te zetten voor iets goeds. En dat is, alle examenklassen, alle examenstudenten kunnen via hun mobiele telefoon, hun tablet of hun computer gaan op het online platform stuka.sr, dat is stuka.sr, en dan kunnen ze daar de examens oefenen. Ja, dus jullie kunnen ook zelf nagaan hoeveel studenten, hoeveel jongeren gebruik van hebben gemaakt. Ja, dat is het mooie daarvan. Het levert je, omdat het in die ICT-omgeving is, geeft het je heel veel informatie. Een ouder bijvoorbeeld, kijk als je kind nu naar de kamer stuurt en zegt ga studeren en het kind komt anderhalf uur later eruit, dan moet je het kind nog gaan overhoren om te horen als het goed is gegaan. Maar bij Stuka heb je dat als het kind een examen moet maken, dat een uur zou duren, dat het examen na een uur wordt afgesloten. Jij als ouder kan dan samen met dat kind terug gaan kijken. Ja. Welke vraag heb je goed, welke vraag heb je niet goed, want het wordt direct gecorrigeerd. En dan zie je ook op welke vragen dat kind de meeste tijd heeft besteed. Ja. En dan moet je mooi aan vinden. Heb je nog een kori ook toe? Want dat kind kan niet met die telefoon in de kamer gaan een beetje YouTuben en terugkomen. Omdat je direct zal zien van, hey, maar feit al zo lang het op een vraag is. Toch? Dus het is een heel goed platform voor kinderen, omdat ze toch al de hele tijd vaker met hun mobieltje of hun tablet bezig willen zijn. En ook voor ouders, omdat je op die manier je kind kan monitoren. Ja. En dan is het niet zoiets van, ben je goed voorbereid of niet? Als even, sorry. Ja. Vanuit welke examenwerkjes wordt er geoefend? De standaard examenwerkjes die er nu beschikbaar zijn. Dus alles wat in de examenboekje staat, examennummer vanaf 2012 tot en met 2017, dat stellen wij online beschikbaar. En het voordeel is dat je dus niet één keer hoeft te corrigeren en dan weer, weet je, met potlood weg hoeft te vegen. Nee, je maakt je examen en wanneer je dat examen hebt gemaakt, zie je cijfer. Als je morgen dat examen weer wil gaan maken om je progressie te checken, maak je het morgen gewoon weer, je ziet je cijfer. En dan kan je achteraf kijken van oké, ik zie dat ik steeds beter ben geworden voor geschiedenis. Of rekenen, misschien dat ik een hoofdstuk die is, ik kwins mee eten. Dan kunnen mensen daar specifiek op oefenen. Maar kan de organisatie ook nagaan wat het rendement is geweest, laat zich het vorig jaar? Dat is een vraag die me helemaal laat blozen. Als we kijken naar het vorig jaar, dan mogen we met trots zeggen dat 81% van de studenten die Stuka heeft gebruikt, uiteindelijk is geslaagd. Want we hebben ook een follow-up gedaan. Hè? We hebben allemaal alle mensen lopen nabellen en gekeken van oké, iedereen die het heeft gebruikt, ben je geslaagd. Er is wel één ding waarop we moeten wijzen. Het vorig jaar heeft ons een wijze les geleerd en dat is code geven
en code gebruiken zijn twee dingen. Want er zijn ook mensen die die code hebben gekregen, maar het niet hebben gebruikt. Toch? We hebben een pilot gedaan bij een school en de kinderen hebben het niet echt gebruikt. Als je die code koopt, moet je het toch wel gebruiken. Dus je kan niet die code kopen en zeggen, ay, mi abasan examens doen. Je moet werken. Ik heb zelf kinderen in de examenklasse gehad vorig jaar. En ik mag zeggen, mijn zoon die in de zesde klas was, is als een van de beste geslaagd. Dus dat het werkt, weet ik van mensen van buiten. Van die 81%, maar ook gelukkig in mijn eigen huis. Een trots gevoel. Ja, zeker man. Maar leg maar het horen uit. Code kopen en code gebruiken. Mm-hmm. Leg dat even uit. Oké. Je gaat online naar www.stuka.sr, stuka.sr. Ja. Daar kan je nu alvast gaan kijken. Als je een kind hebt, examen 6, de klas, de lagere school of MULO. Dan kan je kiezen voor MULO of GLO. Dan maak je een toetsexamen. Dat is helemaal gratis. Dus als je nu online zou gaan, kan je het nu doen. Als je nu thuis zit en je kijkt, check het hoor even dadelijk. Dan ga je op stuka.sr. Dan maak je dat gratis examen. Dan heb je alvast een feeling ervoor. Mm. Als het je iets zegt en je denkt van hey, dit is de manier waarop ik kan oefenen en kan studeren. Dan maak je contact met ons. Je kan komen aan de Birambistraat nummer 40. Die informatie staat op de website. Ja. Je mag ook een appje droppen. Je mag betalen via MoPay. Je mag overmaken via onze VCB-rekening. Dus er zijn een heleboel manieren waarop je kan betalen. Het kost 100 SRD voor het heel schooljaar. Alle examens van 2012 tot en met 17. En je kan ongelimiteerd oefenen. En dan ga je oefenen. Ja, dus maar één keer kan je gratis oefenen? Nee, eigenlijk kan je ongelimiteerd gratis oefenen, hoor. Maar het is hetzelfde examen, dus het is echt een proefexamen. Dus je kan het ongelimiteerd doen en het geeft je wel een goede richtlijn. En bijna mijn chef Taki, maar de eerste keer dat ik het gratis examen heb gemaakt, lagere school en MULO, zag ik even mijn cijfers en ik dacht, hey, omdat je sommige dingen vergeet, right? Ja, ja. Maar het is toch wel heel goed voor de kinderen om bezig te blijven in die wereld waar ze het meest zijn. En dat is die ICT-wereld. Ja, die ICT-wereld. Toch wil ik weten dat van de derde en de vierde klas, MULO. Kan men, neem aan hoor, je hoeft niet in alle vakken even sterk te zijn. Maar in de vakken waarin je een beetje magertje scoort, kan ik zeggen van nou, ik wil alleen voor het vak Nederlands of het vak natuurkunde dat examenwerk hebben? Je koopt hem in een pakket. Right? Ja. Je koopt hem in een pakket, het kost 100 SRD. Voor die 100 SRD heb je alle vakken. Jij besluit daarna om te zeggen, je oefent voor dit vak of je oefent voor dat vak. Wat ik heb gedaan bij mij, wat heeft gewerkt en wat we ouders ook adviseren, de vakken waarin je kind al goed is, onderhoud ze. Met wawa examen, wawa wiki. Ik had met mijn zoon de afspraak, ala DM ik wat examen. En op een gegeven moment ging hij zelfs twee maken. Eén waar hij goed was, toch? Dat is alleen maar om te onderhouden. En een tweede van een vak waarvan je zegt, hey, rekenen is het nog magertjes. Dan weet je dat je 2-3 keer per week rekenen moet doen. Dan kan je daar een beetje bij schaffen. En het voordeel daarvan is, de examens die komen er over een paar maanden aan. Als je nu alvast koopt, nu alvast begint te studeren, dan kan je direct zien waar de hiaten zijn bij je kind. Want als je geschiedenis doet en je zegt, hé, abtjino sabah, verschil tussen 1868 en 1863, dan kan je dan terug gaan op school en daar de focus gaan zetten en met de leerkracht praten en zeggen, hé, daar. Doen jullie ook een begeleiding van kinderen? Die vraag is groot en aanwezig en ik moet zeggen dat we samen met de partnerorganisatie Sabio Kondre daarop aan het inspelen zijn. We gaan een pilot doen met Sabio Kondre, waarbij we aan de Drambrandesgracht een Stuka Hub gaan neerzetten, waarbij kinderen die het of niet kunnen betalen, of die de mogelijkheid niet hebben, omdat ze geen internet hebben thuis, waarbij ze daar mogen komen oefenen en daar is er een leerkracht beschikbaar. Als dit succesvol gaat, dan gaan we waarschijnlijk binnen een maandje of twee meer hubs in de diverse plekken neerzetten waarbij kinderen kunnen gaan en kunnen oefenen in een cybercafé. Want als ik bijvoorbeeld als mijn zoon een natuurkundeleerkracht nodig heeft, leg hem maar dat uit, morfine of wiskunde, dan moet dat mogelijk kunnen zijn. Dus de mogelijkheid die er nu is dat als je vast nou een vraag, dan kan je daar een antwoord voor, een comment voor ons sturen en dan kunnen we je daarop een reactie teruggeven en zeggen, oh, oké, want soms zie je die uitleg, maar of zie je het antwoord, maar uitleg hem een keer, dan kunnen wij zeggen van oké, dit is het antwoord. Maar we verwachten, kijk, er zijn in totaal een kleine 18.000 tot 15.000 tot 18.000 gebruikers, of tenminste, kinderen die het examen moeten afleggen. Ja. Dus waarschijnlijk gaan we die vraag niet helemaal kunnen bijbenen. Maar met de hubs gaan we kijken hoe we daarmee omgaan. En misschien hebben we volgend jaar nog iets dat het dichterbij brengt. Want die vraag komt veel. Die vraag komt veel. Kunt u die stappen weer aangeven? Oké. Als je kind op de lagere school zit of op de MULO,
Dan ga je nu krijgen, dat de middelschool, dan ga je nu krijgen dat je kind met een strookje naar huis gaat komen. Want alle lagere scholen, we zijn bij het ministerie geweest, we hebben toestemming van het ministerie om de scholen te benaderen. Alle lagere scholen, alle middelscholen worden nu bezocht door het Stuka-team. Ze krijgen dan een strookje mee naar huis en wij gaan het net een beetje anders doen. Wanneer we met de schoolleiding hebben gesproken, hebben wij gezegd, we willen elk kind in Suriname een code geven. Je krijgt dan tot eind van de maand de mogelijkheid om te betalen. En voor de mensen die niet geheel, want januari is een toffe maand, die niet die 100 SRI direct kunnen betalen, maar die zeggen van ik heb nu een 50 en ik wil volgende maand dat doen, ook dat kan. Dus je kan altijd met de schoolleiding praten. Maar wat er zal gebeuren bij u op school, of bij de school van uw kind, is dat uw kind met een strookje naar huis gaat komen. Check dat strookje, maak het gratis examen en dan zult u dan de dag daarop de codes meekrijgen naar huis. Dan mag u oefenen, u krijgt een week of twee de gelegenheid om gratis te oefenen. En daarna mag u dus het geld naar de school sturen of u mag bij Stichting Motief A zelf komen betalen. Oké, we bedanken jou voor het geven van deze uitleg. Yes, thank vandaag you. Vandaag in Mantentaki. Ja, Alvin Roosveld vandaag. De promotie is dus gedaan van het online platform Stuka. We gaan deze maand in Takje beëindigen. Gisteren was er ook een leuke dag in Tawakapassi. Er werd een cookout gehouden, Sisa Aki cookout. Wij weten nog niet hoeveel het heeft opgebracht, maar het is heel belangrijk dat de gemeenschap deze topartiest die nu een beroerte heeft gehad, dat wij die blijven ondersteunen. We gaan eruit met een lied dat is nagezongen door Shelby Burke. Zij is een van Soca Plus en het is een formatie van Trinidad en Tobago. En u weet dat lied van Sisa Aki Faluma is wereldbekend geworden. En deze artiesten van Soca Plus, die hebben dit lied ook gezongen.